Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Bij Stoks, Roermond, Maasbracht en Heerlen. Goedemorgen beste mensen, weer een aflevering van het programma Breek de Week. Vandaag zit ik hier weer met mijn mede-presentatrice Carmen. Ik heb hier aan tafel Turgut Çelebi. Turgut, welkom. We gaan beginnen met de enorme grote ramp in Turkije. Ik ga in gesprek met Turgut over de actie van gisteren en over de huidige situatie daar, Turgut, als we het jou goed vinden. Ja. Ja, we zijn allemaal wakker geschud eigenlijk met alle nieuwsberichten afgelopen maandagochtend. Er is een enorme aardbeving, twee eigenlijk, hebben er plaatsgevonden in het zuiden, richting het zuidoosten van Turkije. Een gebied van pak beet 500 vierkante kilometer. Dat is een gebied waar twee keer Nederland in past. Meer dan 13 miljoen mensen die daar ontheemd zijn, om het maar zo te zeggen. Ze hebben geen huis meer waar ze in kunnen verblijven. Extreme weersomstandigheden. En op het begin was het even, ik wil helpen, wat kunnen we doen? In de loop van de middag, maandagmiddag, begonnen er meerdere initiatieven. Bijvoorbeeld Diyanet, maar ook de Rode Kruis, de Rode Maan in Turkije. Meerdere NGO's die begonnen met geld inzamelen om de slachtoffers te kunnen helpen. Ook hier in Roermond waren er een aantal jongeren die begonnen met een initiatief om primaire behoeftes in te zamelen. Warme dekens, kleren, hygiëneproducten, dat soort dingen allemaal. Dat heeft de voorzitter van het Turks Culturele Centrum gefaciliteerd. Dat is langs de moskee. Daar begonnen ze op een gegeven moment met man en macht alles in te zamelen, te sorteren, in te pakken. En we hadden gehoopt op een vrachtwagen om dat vol te krijgen. En uiteindelijk zijn dat er twee geworden. Dus dat is echt heel mooi. Je zag gewoon hoe solidair iedereen was. Iedereen droeg eraan bij. Dus niet alleen de Turkse gemeenschap, echt iedereen die kwam. Want als je de beelden ziet, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Mensen die nog steeds bekneld zitten. Want ja, de hulpdiensten die kunnen niet overal tegelijkertijd aanwezig zijn. Ik zei al, dat is een gebied waar Nederland twee keer in past. Dus we zijn nog steeds alle ontwikkelingen aan het volgen. En ja, door de aantallen loopt alleen maar op. Ja, natuurlijk. Als we even naar de landkaart kijken, hè, misschien dat we even kunnen kijken. Het ligt in de bocht eigenlijk meer, hè? Tussen ja. Syrië en Turkije. Ja. Als ik dat vergelijk met plaatsen, hè, wat is daar de grootste plaats dan? Ik zou zelf zeggen Hatay, dat is misschien wel leuk om te weten, na de stichting van de Republiek in Turkije is dat er achteraf met een referendum nog bijgekomen. Dat is een enorm divers gebied, daar woont echt van alles, Arabische mensen, Assyrische mensen, Turkse, Koerdische mensen, alle religies zie je daar, staat bekend om een hele rijke cultuur. Eetcultuur met name ook. Dus echt een enorm mooi gebied. Ik ben er afgelopen zomer toevallig eigenlijk in het hele Zuidoosten geweest, heb ik een roadtrip gehad. Ik kom zelf niet uit die regio, maar ik heb het wel gezien en het is echt een prachtig gebied. Als je nu ziet wat er nog van over is, ik zeg bijvoorbeeld locaties waar ik afgelopen zomer nog heb gegeten, daar is gewoon helemaal niks meer van over. Dus dat is wel even slikken als je dat ziet. De omvang is heel groot. Ja. En het waren ook echt enorme aardbevingen. Ja. Dus ja, zo zie je eigenlijk wat natuurgeweld, daar kun je gewoon niks tegen doen. Ja. En nu, wat kunnen we doen vanuit Roermond? Jullie hebben al een inzamelingsactie gedaan. Ja. Maar wat kunnen we nog meer doen? Dus op een gegeven moment merkten we dat we onze capaciteit aan het overschrijden waren. En toen dachten we ook van oké, als we nou alles inzamelen, dan moet het natuurlijk ook nog helemaal. Hatay is bijvoorbeeld 4000 kilometer verderop. Er zijn ook andere provincies. En Maraş is bijvoorbeeld één provincie die heel hard is getroffen. In de middag nog, maandagmiddag. Als we dat vanuit hier gaan versturen met vrachtwagens, dat gaat natuurlijk te lang duren.
Dus het advies nu is om gewoon te doneren aan officiële instanties. Of je nou de overheidsinstanties wil steunen. Je hebt natuurlijk het rampenactie, presidency noemen ze dat daar. Maar je kan ook door de Rode Kruis, die werkzaam met de Rode Maan daar. We hebben ook NGO's. Er is al ontzettend veel geld ingezameld. In Nederland, de Rode Kruis, staat de teller volgens mij al boven 2 miljoen euro. Dianet, dat is de Turkse Islamitische Stichting, staat ook al ruim boven 1,5 miljoen. In Duitsland hebben ze meer dan 5 miljoen euro opgehaald. Dus het komt denk ik uiteindelijk wel goed met het bouwen van de nieuwe woningen. Alleen nu gaat het om de levens. Heel veel mensen verkeren in onzekerheid. Ze willen, ja, er komen nog steeds geluiden onder het puin vandaan. Meer dan 50 uur later, dus we zien ook heel veel wonderen. Dat er nog baby's, mensen onder het puin vandaan worden gehaald en ze nog leven. Dus dat is heel mooi om te zien. Alleen er zijn natuurlijk ook een hele hoop mensen die het niet hebben overleefd. Ja, die families die willen gewoon zekerheid daarover. Want dat is verschrikkelijk, dat kun je niet voorstellen. Nee, het is logisch dat dat inderdaad een houvast is. We willen weten hoe is het met de nabestaanden, hoe is het met de mensen onder het puin. Ja. Voor jezelf, in je omgeving, zijn er mensen die daar mensen in dat gebied kennen? Ja, ja. Dus we hebben ook mensen gesproken. Bijvoorbeeld, ik heb zelf een oom die is docent in Diyarbakır. Die zijn natuurlijk helemaal wakker geschud. En die kon ook niet meer terug naar huis. Maar het was ook heel koud, er waren nog geen tenten opgezet. Dus op een gegeven moment zeiden ze van ja, we gaan toch even terug naar huis om op te warmen. En dan gaan we na een uur of zo wel weer naar buiten. Dus ja, mensen weten gewoon niet wat ze moeten doen. Maar ook hier in Roermond zijn er heel veel mensen die uit die regio zelf komen. Die waren natuurlijk direct aan het bellen en aan het navragen. En ja, er zijn toch wel wat... Ik heb begrepen van mensen dat er toch wel wat kennissen en zo zijn overleden. Maar niemand is in ieder geval thuis op dit moment. Even een vraag, hè. Ik heb begrepen, ook uit het nieuws, hè, er is verschrikkelijk veel nieuws op dit moment, dat de mensen geëvacueerd worden naar andere delen van Turkije om naar een hotel te gaan en zo. Ja, ja, dus er is ontzettend veel steun, niet alleen maar vanuit de overheid, maar ook gewoon mensen zelf, organisaties, bedrijven. Hotels die hebben de deuren opengegooid voor iedereen. De gewonden die moeten natuurlijk geholpen worden. En die worden dan geholpen in ziekenhuizen in andere provincies, omdat de ziekenhuizen daar niet op volle toeren kunnen draaien natuurlijk. Zonder die ziekenhuizen tekort te doen, maar het is gewoon onmogelijk om een volle toer te kunnen draaien, want er zijn natuurlijk ook mensen die in het ziekenhuis werken die ook slachtoffer zijn. Dus het is even een chaos, maar er wordt wel steeds meer bekend. Er wordt steeds beter gecoördineerd, dus dat is wel fijn. Alleen ik denk niet dat het vandaag allemaal opgelost gaat worden, dus dat gaat nog wel even duren. Nee, want wat ik ook zag uit de beelden is dat de logistiek natuurlijk een groot probleem is, dat de wegen kapot zijn. Hè? Ja, ja. Je ziet gewoon kraters, dus geen barsten, maar gewoon kraters. En ja, nogmaals, dat is gewoon dat natuurgeweld, daar kun je gewoon niks tegen doen. Nee, bruggen weg, alles weg, hè? Nee, maar ik heb wel begrepen dat inmiddels alle wegen zijn geopend, dus je kunt wel de steden in en uit inmiddels. Dus de hulpdiensten die kunnen gewoon terecht waar ze moeten zijn. Ik heb ook begrepen dat het nu op dit moment verboden is voor normale mensen om in en uit te reizen. Om toch het logistieke, wat jij net zei, niet te belemmeren. Er gaan natuurlijk ook ontzettend veel vrachtwagens. Ik denk niet dat ik overdrijf als ik zeg honderden vrachtwagens die nu die richting op rijden. Ook binnen Turkije, waar ze aan het inzamelen waren. En natuurlijk ook uit andere landen zoals Nederland. Dus dat is wel echt heel mooi om te zien, die solidariteit. Ja, wat ik mooi vind is dat iedereen alle politiek en alles aan de kant gooit en zegt, die mensen moeten geholpen worden, punt. Ja, ja. Dat vind ik wel mooi. Ja. Dat is ook heel belangrijk. Ja, zeker. Het moet verbroederen nu en we moeten voor elkaar klaarstaan. Mensen die vingers willen wijzen, ik zou ze oproepen, begin vingers te wijzen over een week of twee, drie, vier. Maar nu is dat is niet de tijd nu om schuldigen te gaan zeken. Nou moeten de mensen gewoon geholpen worden. Dat kan alleen maar samen. In Turkije natuurlijk komen ook de verkiezingen aan en dat zorgt voor bepaalde politici om toch weer... Blijven proberen op te pakken. Ja.
toch? Helaas wel, ja. Geldt voor jullie ook? Ja, nou ja, dat is gewoon politiek, hè, helaas. Nee, maar het geldt voor jullie ook dus als Turkse gemeenschap in Nederland om ja, toch te proberen die contacten met die regio te blijven handhaven. En want hoe zit het met elektriciteit en water en zo, weet je daar iets van? Nee, dat weet ik niet. Het is natuurlijk aardgas, dat is natuurlijk een probleem, hè. Veel branden overal. Daar weet ik niet heel veel van, maar dus in ieder geval, het ziet er niet goed uit. Nee. We kunnen ons wel voorstellen. Ja. 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 Nou, ik wens jullie als Turkse gemeenschap heel veel sterkte in de moeilijke periode. Vergeet natuurlijk de Syrische gemeenschap niet. Dat is ook natuurlijk een ding. We merken toch dat het een beetje een ondergeschoven kind is. Ja. Nou, ook in de media helaas. Daar is natuurlijk nog steeds een burgeroorlog gaande. Het gebied dat is getroffen, dat is niet onder controle van van Assad. Dus ik heb in ieder geval niks langs zien komen dat Assad daar toch de intentie heeft om te helpen. Dus ik hoop dat de hulp die dat wordt ingezameld, dat daar ook gewoon terecht komt. Maar ook daar zien we natuurlijk gelukkig ook hele mooie beelden dat er mensen onder het puin vandaan worden gehaald. Die nog leven. Dus die hoop moeten we blijven vasthouden. Ja. Ja, dus dat geldt ook voor de Syrische mensen hier in Nederland. Ik ken daar ook heel veel mensen van. Ook jullie sterkte. Want op het algemeen zijn dat mensen die daar, vooral in dat gebied, in dat gebied van de oppositie, laten we maar zo noemen, ja, veel familie hebben. Ja. Dus ook vanuit hier sterkte gewenst. Ja. Ja. Ja, bedankt voor je komst. Dank dat je even kon uitleggen hoe die actie gisteren verlopen is. Graag gedaan. Dat we eigenlijk even moeten stoppen met het inzamelen van goederen. Ja. En dat we vooral bij bijvoorbeeld Giro 555 gewoon moeten storten. Ook al is het een tientje, doe je best. Ja, inderdaad. Bedankt voor je komst. Graag gedaan. Dank dat ik hier mocht zijn. Dankjewel. Ja, we gaan er heel even uit en dan komen wij terug. Ja, we zitten in de tijd van het carnaval, dus ook dat gaat gewoon door. Kom zo graag bij u terug. Ja, beste kiekers, verzeer druk en breek de week. En we hebben weer aan je slag om een drietal veurgangers uit het Romeinse. Een beetje aan de andere kant van Romein, Carmen. Die even gaat komen vertellen over haar belevenis als prins van haar vereniging. We hebben uit Zwame immers van de Opslokkers. Dik is dat dan, Kletus is van de Nachtegalen. En Deefte is van de Kwekkerte uit Boekel. Ik begin aan de rechtse kant. Dick, vertel eens even, 14 dagen voordat het als wonzig is. Dus we zijn al bijna aan het einde. We zijn helemaal weges. Ja. Helemaal weges. Ja, ik moet zeggen, het is veel te lang wachten geweest. Van tevoren natuurlijk, hè, corona, hoef ik u allemaal niet zoveel te vertellen. Maar het is, als het eenmaal losgeeft, dan zit ze erin en dan ga je zo door. En ik moet zeggen, ik heb super adjudanten. Jongens, die gewoon ook toen eigenlijk het al tweede is geweest. En het is een waan. Ik vind het geweldig. Ik ben Dave al een aantal keer tegengekomen en kleed is ook al. Dus en Oerijn gaat het ook prima. Afgelopen zondag heb ik mijn receptie gehad. Overigens waren ik ook nog jurig. Dank daarvoor. Op dezelfde dag. Dus dat was onnige schoon. En we hebben eigenlijk de ganse middag en een groot gedeelte van de avond een parade gehad van vriend, familie, verenigingen, hoegheden. Iedereen wat naar even kwam. Ja, fantastisch. Ik heb me goed geamuseerd. Ja, super. Je voelde je echt prins? Ja, ik voelde me echt prins, ja. Ja, ja. Ja, ik kan me altijd bij voorstellen, dus zo'n receptie duurt natuurlijk een x-aantal uren. Ja, je hebt tijd nodig, joh. Ja. Op het tiende sanitaire stopte tussendoor. Daar kreeg ik langzaam, heel af en toe kreeg ik de gelegenheid voor. Tenminste, daar heb ik mezelf gepakt, want laat de vredelijk zijn. Voor je het allemaal wie dat geeft. Tenminste, doe ik hem ze nog achter. Doe we nog leuk. Ja, helemaal dan. Dus, maar dan moest ze dicht wel af en toe gunnen, joh, want dat was wel een vervelende bedoeling. Ja. Maar ja, ze wil niets missen, hoor. Ja. Nee, dat is het de muus. Wim dus een dagelijks leven voor Wim die nog niet kent. Ik ben Dick Evers, ik woon in Zwame. Ik ben afgelopen zondag 43 geworden. Zou ik ze niet zeggen. ik heb daarvoor ongeveer een jaar of 20 heb ik in Op Ruiver gewoond. In dagelijks leven ben ik politie in Venlo.
En dat doe ik nu sinds een jaar of 7, geloof ik. En daarvoor heb ik hier in Remuint bij Rockwool gewerkt. Ook bijna 20 jaar. Ja, pap van Sam. En ik ben samen met mijn geregisseerd partner, wie dat zo netjes heet, Nanda. Ook al, goed, dat is lang. 26 jaar bijna zijn we samen. Ja. Zo. En hoe in de vastelavond, altijd al vastelavond gevierd? Ja, dat is van jongs af aan is dat, zo dat erin. Daar waren geen ontkomen aan. Afgelopen zondag was familie ook daar natuurlijk. En de jongste broer van mijn vader heeft er nog een zo'n stuk over verteld. Wie van vroeger, zeg maar, als buur werden ze met die tuitje chips en die limonade een beetje shotje rond de tafel geduwd. En we komen die over een wat tegen. Een beetje dat, komen we er eigenlijk op neer. En ja, dat is er eigenlijk nooit meer goed gegaan. Dus mijn dochter, ben ik heel blij om te zien, die heeft precies hetzelfde gemet gekregen van mij. Dus die geeft nog helder aan zich op het moment. En die, maar die loopt ze net onder de tafel? Die loopt niet onder de tafel. Nee, die komt er zelf al bovenop. Die steen ondertussen, dus die kent okay. De wet wie het moet. Ja. Maar du bist van oorsprong een hoopslokker? Ik ben een hoopslokker, ja. En Kleertes, is dat van oorsprong een nachtegaal? Ik ben van oorsprong geen nachtegaal. Ik ben van oorsprong een donderbulker. Ik ben geboren op het Donderberg, inderdaad. En daar heb ik eigenlijk ook vastgelovend leren vieren. Ik ging altijd met pap net naar de receptie, altijd bij de Donderbul. De kiermiddag daar, altijd. Dat was altijd wel heel schoon. Dus dat was altijd wel heel erg leuk, ja. En ik ben eigenlijk sinds, ja, nu, dit jaar is mijn 11e seizoen, zit ik nu bij de nachtegaal. En eigenlijk ook een beetje erin gegooid, zeg maar, als het ware. Ik ben 12 jaar geleden in Aasrooi gaan wonen. En eigenlijk direct in hetzelfde jaar mocht ik adjudant werden bij Dennis Mossen. Ja, en dan werd ze direct voor de leven gegooid. En eigenlijk ben ik er ook gewoon helemaal weggegangen eigenlijk. Dus het is echt heel schoon om door vastelavond te mogen vieren. En ook nog wel, ja, het is ook wel heel erg levendig. Hè. We hebben dan natuurlijk de nachtegalen, maar we hebben ook natuurlijk de zolderratten. Hè. Dus dat is eventjes net de jeugd van 12 tot 18. En daaronder hebben we ook nog eens een keer de nachtretjes. De jeugd van de hele kleine van 6 tot 12. Dus, ja. Er is echt wel, dus we hebben echt gewoon 3 voorgangers in Aasrooi. En ja, dat is wel heel schoon. Dat is wel heel leuk om dat dan ook op zo'n manier te mogen vieren. Maar je hebt eerst die receptie gehad. Ik begreep dan jeugd, dat de jeugdreceptie is zaterdag, geloof ik. Vrijdag hebben we inderdaad de receptie van de zolder gehad. En dan hebben we zondag, vastgelovens zondag, mogen we dan zelf receptie hebben. En vastgelovens maandag is de receptie voor de nachtratjes. Oké. Okay. Dus, vastgelovens zondag waren er vroeger 3 in Remuint, ja. Daar waren de kerken dus de Nuul en de Nachtegalen. Maar de Nuul hadden het al gehad, dus gezinnen met z'n tweeën nog over. Ja, dat is ook altijd heel leuk, want we hebben een hele leuke traditie met de kerkentoes. Dat die, als we binnenkomen, werden we eigenlijk altijd bij de duw binnengehold door de kerkentoes. En dan gewoon die bij ons achter de tafel staan. En dan komen we weer zo gezag bij hun op receptie op het schoolpaad. En dan draaien we de rollen om. En dat levert altijd wel hele leuke, hilarische momenten op. Dus dat is altijd wel heel schoon, ja. Dat gebeurt wel eens vaker door hoe recepties toevallig samenvallen. We komen zo nog even niet terug, ja. Dan kwam voor Bieden Kwekkert in de Boekel. De enige prins die kan zeggen dat hij zijn dochter als prinses heet in het Riek. Ja, dat is een unicum. Sowieso op de Boekel is nog nooit een prinses geweest, een jeugdprinses. Ja, dat is helemaal het einde natuurlijk. Hè. Dat was, heb ze eerst zijn eigen uitropen gehad. Ja, dat is natuurlijk al een hoogtepunt. En dan de week daarna werd dochterlief prinses. Ja, dat is best een grote prins, maar toch klein. Dat is wel, dat is gewoon schitterend om mee te maken. Dat is, dus het hele gezin is in het speel betrokken nu? Ja. En wij met Hing Boeten en bij de versiering aan het hoes, bist u dat of is dat de dochter? Of allebei? Allebei. Dus eerst mijn versiering en de wijk erop komen, dochterlief de versiering erbij. Dus de tuin is, ik heb nog net niet een stukje van de buren erbij om te pachten, maar het past nog. En die motto dit jaar is? Het kent toch nog gekker, en dat bleek. Ja, dat bleek dat het nog gekker kent. Dat bleek, ja. Dat was een indicatie nou. Ja. En dan zien die roes ook in de Boekel? Ja, geboren getogen op Boekel. Sinds vorig jaar woont hebben we het hoes gekocht van mijn pa en mam. Of mijn mam nu dan. 12 jaar geleden is mijn broer prins geweest. Ja, het moet niet gekker worden, maar ja, dat kon zich natuurlijk niet achterblijven. Nee. Daarom, het kan toch nog gekker.
Ja, dus de ene hoogtepunt naar de andere. Dus volgende week nog weer mijn eigen receptie. Dus in de eerste, en wanneer volgende week? Wanneer? Komende zondag. Doe zondag? Doe zondag, ja. We zijn met die groep in Keulen geweest naar een zitting. Ja, dat was ook een hoogtepunt. Dat is natuurlijk eenmalig als vereniging dat ze daarheen kunnen gaan. We zijn daar zelf lid van de vereniging. Ja, dat is geweldig. Dat ze daar zitten in een zaal van 1500 man. Dat is ongekend. Schitterend. En werd ze daar als prins ontvangen of zit ze best daar een beetje in de anonimiteit? Nee, ik ben daar als prins ontvangen. Gewoon net binnen. Dan kwam de pressechef en al van, dan moet eens even metkomen, want we moeten die even interviewen. Ja, prima. Dat is dan heel blijvend. Op het laatst werden we nog met de dochter, die hebben we ook metgenomen, uiteraard. Ja, dan mochten we nog het podium op, dan kregen we nog zo'n medaille omgehangen. Ja. Jojo. Ja, dat is gewoon geweldig. Een deksel van de wasborden. Zo'n dienblad is dat al. Ja. Geweldig. En die motto van dit geleerd dus? Versliet, uchte, vastgelovend. En dat heeft meer te maken met het werk wat ik doe. Ja. Ik ben slieter van beroep. Ik heb een drankenzaak op de broek in en vandaar ook de spreuk. Oké. Okay. Ja, want je hebt natuurlijk allemaal een baan, neven wat je doet. En die is het te combineren, nog, ja. Af en toe want ze zitten nu in een bubbel, zo wie ze zeggen. Ja. En af en toe moeten ze weer terug naar de bubbel van het werk natuurlijk. Dat klopt. Daar heeft het net over, dat het inderdaad af en toe passen en meten is. Ook een leuk motto trouwens. Nee, het is... Dat was niet motto geloof ik. Nee, oh. Voor mij is samen eraan. Oh, samen eraan. Oh, jezus, joh. Joh. Ja. Pas en meten. Oh ja. Pas en meten. ik heb gelukkig in de baas, die is zelf ook prins geweest. Een hele tijd geleden. Dus dat werd precies wat dat inhoudt en wie dat het spel gedaan werd. Dus hij heeft gezegd tegen mij van Loestar, voor dat fixen. Met de planning om het over te zitten en over dat zoeken hoe kunnen toepen, dat voor mij in ieder geval weinig belemmeringen heeft opgeleverd en dat ik vrijwel overal herken gewoon wat mij inveel. Dus ben ik heel blij. En kleden ze best zelf baas, dus de kans die tijd biedt je zelf hoe het zoek of niet? Nou, dat is toch wat lastiger als het ding, want een van mijn werknemers is vrouw van de prins bij de Donderbul. Dus we zitten bij ons in de winkel inderdaad ook vol in het vastgelovens natuurlijk. En af en toe is dat inderdaad wat ze zegt, passen en meten. Passen en meten. En, tot op heden lukt het goed. Het is een beetje aanpassen hier en daar. Maar uiteindelijk aan het einde van de rit hebben we dat wel mooi kunnen regelen allemaal. Dus, en die vrouw van Mark is heel nauw betrokken met het prinschap. Hè? Tenminste, als ik haar zin, die zijn altijd met de hele familie bij elkaar. Hè? Dus, ja. Die kan ook niet zomaar zeggen van ik blijf een dag, ik laat kleed eens een keer voor gaan. Hè. Nou ja, dat is dan heel jammer. Nee, maar we proberen het wel zo te passen en te meten natuurlijk dat het eigenlijk zo, eigenlijk overal moet je bij wilt zijn, kan het eigenlijk gewoon bij zijn. Ze hebben dat wel geregeld. Anders ja, goed, het is voor hem natuurlijk ook heel schoon om natuurlijk als hij minst prins is om daarbij te zijn. Dus er moest er wel een beetje de gulden middenweg in zien te vinden. En we hebben gelukkig nog een andere dame en die gaat er ook heel erg in met. En Sandra van mij neemt al wat dingen over, dus dat scheelt ook wel. Dus die werkt ook op bepaalde momenten dat we hier allemaal niet kennen. Dus nee, dat is allemaal wel, dat komt allemaal wel goed. Super geregeld, hè. Dus, als we denken dat Mark ook nog een keer ooit Mulder was in Zwamen, dus om maar te noemen. En in de Mulder, daar zat je dan. Die kruisbestuiving die is hier en daar, als je dat ding zit in Azooi, maar je hebt zien Roes, op het Onderberg, een heel tijd lang bij de windje, buren gewoond bij je spreken, maar had zien Roes er in Zwamen. Ik kwam ook weer terug in Zwamen en ik zat eigenlijk vast in de boekhoel geroest, zoals je gaat, hè? Ja, zo goed als ja. Ja. Dat is dorp, ik ben hier café aan Zwamen gewoond, maar dat is al lang geleden. Ja. Toen is het visum verlopen. Het visum was verlopen, maar ja, die trokken mij toch het helse naar de pool toe. Dus, ja. Maar er is natuurlijk een Romein, voor kinderen Romein natuurlijk een hele sterke band tussen een x-aantal verenigingen. En als ik dan net zo'n beetje bij Azooi begin, dan hebben die weer meer een sterke band met de Boekhoel en met Zwamen. Om dat heel even. En dan komen we weer een beetje deze kant toe. Het vermissen eigenlijk die 13 verenigingen in Romein. Die zussen binnen nooit bij elkaar. Dat is altijd een stukje die zich weer eerder vinden. Dat, ik proef dat hier ook, jeugd. Wat doe ik bij hem en ik bij ding en zo. We komen toevallig wel een Azooi. En bij de, zeg maar, de gefuseerde gemeente van de laatste gefuseerde, daar is het iets minder. Vult ze dat?
Ja, vult ze, dat is een groot woord. Ik snap het wel. Ik denk ook dat het ondoenlijk werd als vereniging dus in Remuin alles moest gaan nemen. En dan nog eens een keer de gemeente Remuin moest gaan bekijken. En dan, als ze die allemaal moest met gaan nemen, ja, dan kan ze een vuurprogramma van 3 maanden gaan maken. En dan houdt ze het nog niet in. Dus ik snap wel dat daar ergens moesten daar een beetje dat gaan inperken. Kijk, en van vroege roeders zijn natuurlijk zo gegroeid dat ze in die directe omgeving zitten. Al is het alleen maar logistiek gezien. Dat ze in die directe omgeving met PACS, waar ze mee te maken hebben. Ze die mensen kennen ze over het algemeen ook beter. Ja, goed, dan waar, maar zal ook van de bezel trekken of niet? Of naar de bezel, zeker. We gaan naar een boekenleer. Ja. Voor zijn, ja goed, noem dat Markt en Prinses bij de Donderbult zijn we daar ook geweest. Toevallig, andere Markt is Prins geworden bij de Windbult. Ze zijn er ook nog even geweest, omdat ik hem goed ken. Dus ja, dat, uiteindelijk komt ze toch bij één uit. Ja. Die zit ook reis. Ja. Dat zijn er maar een paar momenten dat we voor elkaar nog meer treffen. Dat is dan de Blauwe Maandag, bij wie ze van spreken. Hè. Wordt het opbrengst ook voor alle verenigingen waarom hun geeten. En dat we Prinsen treffen, waar ik voor weet dat je alle drie aanwezig zit. En ja, dat is natuurlijk ook een speel waar ze zich ook weer allemaal vinden. Hè? Ja. De Romeinse prinsen, zeg ja, de stadswandeling niet vergeten. Stadswandeling. En de foto's. En de foto's waar alle prinsen op staan. Hè? Het is altijd leuk om die foto's bij de Gisterplaatsen, waar alle prinsen in 1994 opstingen, waar die een pap nog opstingen als vorst. Die kent zich nog als. Ja, zeker. Ik was laatst inderdaad in de Donderie en dan zie je heel mooi in die gang die galerie hangen. Met allemaal die aardprinsen erop. En ik moet zeggen, ik denk dat ik 80-85% minimaal nog wel kan herinneren. En die ik ook wel bewust heb metgemaakt. Ja. Is dat een Azoi ook zo'n galerie? Ja, binnen de Duip hebben we inderdaad ook zo'n galerie hangen. Inderdaad, waar alle aardprinsen inderdaad opstaan. Dus, dat is toch geweldig eigenlijk? Ja, voor het idee, blijft ze dan dadelijk heel lang als herinnering daar hangen. Ja, dat is een stuk geschiedenis. En je zwaar, denk ik. Geschiedenis. Galerie. Die hebben ze volgens mij zelfs verdigitaliseerd op enig moment. Dus iedere prins hing aan het einde van het seizoen zien fotobieën. En die komt ze in de galerie van de aardprinsen. Of eerst de ex en dan de aardprins. En dan werd ze uiteindelijk. Eigenlijk wil ze het over eeuwig. Ja. Ja, en dat geldt ook voor de boeken? Ja, op de boeken is het ook bij Café Serranus. Vroeger hongen inderdaad alle foto's in de bejaarhok aan de muur. Dat hebben ze nu ook digitaal gemaakt. Dus, nou, de vaste lof, als de nieuwe prins komt, dan kom ik erin. Maar ik vind het altijd het hebben als ik in zo'n café kom en ik zie al die prinsen hebben. Ik heb ook de neiging om ze allemaal even af te gaan. Hè. Zo van, oh joh, dit ken ik nog en dit ken ik nog en dit. Oh, dit. Heb je geen zo lang met? Ja, maar het is wel zo'n om dan te zeggen van, ik kom nu prinsen tegen, waar ik de pap ook van gedecoreerd heb, hè, of de opa zelfs. Hè. Maar even, wat is nu een hoogtepunt en hoe toe? En wat verwacht je met nog kan gebeuren? Ja, het hoogtepunt is sowieso mijn eigen uitropen, maar dat komt dochter liefde maar achteraan. Kullen was ook een hoogtepunt, dus dat is gewoon een receptie. Ook een hoogtepunt en dan volgende week de optocht natuurlijk wel achterbij. Dus. En de optocht is in de boekel zelf? Ja, sorry. En kleeders? Uitroepen natuurlijk. We hebben afgelopen zondag de Boeiend Avond gehad. Dat is ook heel schoon, ook zeker een van de hoogtepunten. En vastgelovens zin, je komt meer receptie eraan, daar kijk ik ook wel heel erg naar uit. Ja, daar heb ik wel heel veel zin in. Ja. Ik ben toch wel eens benieuwd wat er allemaal op mijn graf gaat komen. Het begint eerst met Fruus op. Hè. Vroeger kwam Maat Donders nog naar Azoi toe en die ging met Fruus. Ja, komen net ontbijten bij ons. Dus ik ben eens benieuwd of de huidige burgemeester dat ook gaat doen. Ja, moest hem lokken, dus, hè? Je moest hem lokken, maar zeg ik, kom eens even met die. Traditie. Ja, precies. Dus met die partner naar Azoi. Eerst inderdaad weer door de kapel opgehold. En dan werd ik ook begeleiding van de kapel naar de Duip gebracht. En dan ging het spel beginnen. En dan eens kieken wat die men allemaal achter mijn rug allemaal hebben uitgevreten dit seizoen. Eens kieken wat ik allemaal terug kreeg. Dus dat is wel. En Dick? Ja. Oh, daar geeft ze het zin. Ik ben er bang. Dat is een belofte. Ja, ik deed dat zelf ook wel iets toen ik qua Jude Hall naar alle andere hoogheden en dergelijke. Dus dat heb ik mooi teruggekregen afgelopen zondag. Oh, ontzettend schoon. En andere hoogtepunt is natuurlijk ook het uitropen geweest. Mijn dochter heeft een prachtige voordracht gedaan bij de receptie, Sam. Dus dat is een eind stuk doorgeneten. Doe op zijn receptie al gehad, zie je moet er nog krijgen. Er waren ook veel emotionele momenten natuurlijk. Zeker. Ja. Als ze zegt, mijn dochter heeft een voordracht gedaan, dan heb ze
wel aan. Ja, dan moet ze even een keer royaal slikken. Ja, goed. En die meid die heeft de gave om gewoon altijd net de goede snor te raken. Niet alleen bij mij, maar er stonden 150 man aan hopslokkers en geneurden die stonden te zingen en te springen. En dan gewoon geven die gaas omdat die meid dat vreugd. Ja, dat is gewoon. Goed. En dan hebben we nog de marktoverdracht samen op het gemeentehuis. Dat is met z'n allen, met alle 13. Dat is ook altijd heel gebroederlijk in de roodzaal. En dat is op vastelovenstortig. En dan gaat de storm los. En dan zeggen we vandaag, over 14 dagen, dan zitten we wel aan de hering. Alsjeblieft, ja. Dus dan is het, dan is het... Dat gaat nog heel gaat gebeuren voordat het zoiets is. Bekende wiegbewoner werd dat weer gebeuren. Kletus, Dick en Dave. Dat is ook goed. Ja, maar zo kunnen afschakelen. Ja, zeker. Nog een vreugdje? Nee, ik vind het super schoon dat je dit jaar met mocht maken samen. Je hebt een hele schone groep aan prinsen, dat zal je zelf ook kunnen beamen. En vooral je gaat unieks in Remuin. Laten we eerlijk zijn. Je hebt een hele goede band, je kunt je maken. Juist om, wat ze zei, dat ze met elkaar zo goed pakken, zoveel bij elkaar op bezoek komen en samen ook die machtsoverdracht kunnen dragen. Ze zijn één grote gemeenschap in Remuin. En ik denk dat we dat met z'n allen ook wel hier aan tafel weer voelen. Maar ook als je in het veld als prins daar staat of niet. Ja, pas zou je zo zeggen. Juist. Bedankt, veel plezier. Schone Baselovend. En geniet van elk moment. Dankjewel dat je hier was. Dankjewel. Ja, beste nu, dat waren het meer vanaf de eerste plaats. Misschien dat we de volgende week nog één keer hier aan tafel zitten met wat mensen die voor eigenlijk toen niet hebben kunnen bereiken in verband met werk. Hè. Dat is toch een doordeweekse dag. Hier hebben we gelukkig immers de zelfstandige is en de andere die heeft het goed geregeld. En die heeft het nog beter geregeld. Dus het lukt niet altijd even makkelijk. Verzeerd is misschien weer de volgende week. En zo niet, dan wens ik u ook een schone Vastelavond. Tot de volgende keer. Schone Vastelavond. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926.